Dus ik kijk naar nieuwe vlog. Wij zijn de Vloggies. En ik zei er net tegen mama. Hoe vind je je vader tot nu toe? Ja, leuk, sportief. Hey, let's kijk naar een vlog. Wij zijn de Vloggies. En ik zei het net tegen mama. Kijk, een mooie toverboom. Maar... hij is echt prachtig, hè? Met al die slingers erin. Kaal. Maar het is vaderdag. Het is vandaag vaderdag, ja. Ik verveel me, maar toen zei ik... Mama zei, zullen we naar... de... Uittocht! Ja, daar hebben ze weer die leuke, ja, wat zijn het, opblaasdingen? En stormbanen. Er stond een trampoline op. Ja, want ja, dus die hebben het gewoon, ja, koud wou ik zeggen, maar ze hebben het niet koud. Maar die had gewoon energie voor 10 en het is een beetje koud, dat wilde ik zeggen. Dus ja, ik zeg, nou ja, weet je, we kunnen even naar de trampolinepark rijden of in ieder geval naar de stormbaan. Ja. En dan kan ze even lekker de ei kwijt, want het is vandaag slecht weer helaas. Dus ik neem jullie even mee... naar gisteren. Gisteren zijn we heerlijk wezen varen. Het was onwijs gezellig. En vandaag gaan we nog gezegd naar de stormbaan. Dus na het varen, dan zien jullie vandaag hoe de vaderdag begonnen is. Helemaal gezellig. Zo is dat. Nou jongens, we zijn er. Dit is Bommeer. Hier is echt wel een beetje de place to be gezelligheid. Kijk, daar heb je allemaal leuke schuitjes die natuurlijk voorbij komen met een hoop muziek. Ja, dit is het wel. Hier ga je dan heen varen, even plonzen en dan weer terug. Dus dit is een soort ontmoetingsplek eigenlijk voor de Westlanders. Nee, we hebben nog veel meer plekjes, maar dit is wel een beetje waar iedereen natuurlijk altijd naartoe vaart. Kun je gezellig aanleggen, barbecue op de boot of niet, of op de zijkant. Ja, en dan is het eigenlijk een leuk stukje hier naartoe varen en dan weer terug naar huis. Dat is helemaal leuk. Ik ga ook even plonsen, want ik heb het super heet. Nou kijk, we komen er nu weer voorbij. En inderdaad, het is heel orkest. Ja, mals. We gaan even heen en weer. Hey. Nou, het ziet er wel gezellig uit, toch? Als je ervan houdt, dan is het helemaal gezellig. Bloed, zweet en tranen. Bloed, zweet en tranen. Nou ja, ik vind het heel wat dat al die mensen dat doen. We zijn al best wel jonge mensen ook. Ik heb het koud. Zo, vandaag is het? Papadag. Ja, vaderdag. Je hebt al je cadeautjes al klaargelegd. Ja, ik heb er één verklapt. Je hebt het al eentje verteld, hè, tegen papa. Bordjes. Ja. Nou, ben heel benieuwd. Komt-ie. Ik ben benieuwd, hè. Een nieuwe badje. Yay. Voor de zomer, hè? Ja.
Want deze is een beetje warm die je nou aan hebt. Ja. Die is mooi. Heb ik uitgezocht. Dat is ook goed dan? Ja. Gaat je goed hoor? Hey. En nu mijn cadeautje van school. Oh, die vind ik helemaal spannend. Ja, Max krijgt ook weer even geen zuurstof. Haal het er maar uit. Ja, Max, mooi. Beetje voorzichtig. Wauw. Nou kan je zelf je auto wassen. Ik maak een skowash met je smeer erop. En je kan hem ook gewoon neerzetten. Oh, wat leuk. Die is mooi. En ik heb speciaal een groene lintje, anders hadden ze roze en paars. Nee, groen is leuker toch, voor papa's. Ja, die is echt mooi, schat. Dankjewel. Kus. En nog één. Zo, nog één. De kwest. Gaat het, Max? Maar ik nog jarig ben. Even een momentje, Max. Ik weet niet. De quest. Ik kan hem al geraden. Kan je dat lezen? Ja, nou, leuk. Dankjewel. Goed gedaan, dus mee. Hé, hey, maar dit is wel dat jij de auto dus gaat wassen voor papa dan. Nee. Ja, dat staat er. De gratis car was. En dan zie je jou. Dus jij gaat de auto wassen van papa. Nee. Ja, dat is op papa dag. Daar, ja. Gratis car wash. Ja, van jou. Maar dan bedoelen ze gratis car wash. Dat hun hem gaan wassen. Oh, ja. Nee, maar je moet je papa toch verwennen op papa dag? Ja. Dus eigenlijk moet jij het doen, denk ik. Dat is een beetje het idee van het cadeautje. Ik ga dat niet vandaag doen, want het is een beetje... Ja, het regent een beetje. En dan hoef je ook niet te doen. Van moederdag hadden we ook een superleuk idee. Ja, dat ook leuk. Had ik zo'n mooie ketting gekregen van jou. Ja, als je niet kan winnen. Kom op joh, ga hier rennen dan. Hier ben je veel sneller. Ja, ga maar. Wow, lekker rustig. Ja, daar is het trampolinepark. En jij mag op de stormbarmen. Echt, het is weer water? Ja. Nou, gaan we kijken. Ja? Wij komen voor de springkussens. Wij komen voor de springkussens. Ja, en de stormbanen. Het is lekker rustig, dus ik kan alles doen denk ik. Daar. Ga je weer op het trampolinepark? Die zijn toen met Levi geweest, weet je dat nog? Was ook leuk, hè? En nu wil ik een keer met Finn. Oh ja, maar die is nog wel een beetje klein, hè? Hoppa! Jawel? Jawel? Gaat het? Kom hier. Ja, ondertussen zijn er al wel wat meer kinderen bijgekomen en hier is nog een of andere, weet niet. Stormbaan. Allemaal meiden. Het is mee vermaakt zich prima. En we hebben hier natuurlijk al een keer gevlogd. Dat is ook super leuk. Maar ja, we gingen vandaag gewoon lekker nog een keertje. Even onverwacht. Want we wisten eigenlijk niet wat we gingen doen. Maar het was ook super slecht weer. Dus ja, dan is het dit ideale oplossing. Waar ben je? Weet je deze nog? Ze vindt hem wel weer een beetje spannend. Ja, je bent een vrije val. Super lachen. Ga ik aan de andere kant kijken, ja? Papa, kom even helpen. Zie ik je straks aan de andere kant. Woehoe! Vind je hem hoog? Hij is niet zo hoog, hè? Op je billen. Nog een keer. Hij was super dik, hè? Oh.
Ja? Oh, een beetje schoenen. Of een beetje sokken er tegenaan. Ja, goed zo. En de vijfbouw, daar gaat je spelen. Gaan ze het halen? Ik weet het niet. Ja. Oeh! Helemaal opnieuw. Of niet? Goed zo. Kijk uit, hè, dat je er niet afvalt, want je bent nu bij de laatste. Goed zo. Laatste. Go. Oh, dat lukt eigenlijk snel. Jij kan het al goed. Go, wow. Wedstrijdje. Oh, wachten. Nou, daar gaan we. Sorman. Oh, ze is gewoon weg. Oh, dit is mijn kamer. Jasmine, die loopt voor. Ja. Maar dan komt mama. Oh, dit is mijn eerder. Shit. Oh, ik zak weg hier. Ik kom er niet doorheen. Ah ja. Het hele ding zakt in. Ah. Ik kom er niet doorheen. Help! Help! Ik kom er niet doorheen. Ik zit vast. Hallo? Help! Nou, we gaan even eens achteruit. Kijk, wat een hele kussen zakt in. Kijk maar. Nou, misschien hier deze. Nee, het kussen zat in, ik kom niet. Ah, oh, oké. Okay. Ah, ja. We hebben het geprobeerd. Mama past er niet in. Heb ze het al gehaald? Ja, zeker. Ach, ach, ach. Nou ja, dan gaan we dan maar. Als deze maar niet inzakt dan. Oh. Ik hoor alleen maar, mam, waar blijf je nou? Ja, mam die zakt weg. Ja. Daar gaat mam weer. Zijn we. Lekker hoor, zo'n ochtendgymnastiekje. Hallo, zegt ze ik gewoon, hè. Ring, glibbing. Ik heb gegeven. Ja, mijn hele kussen zakte in, hé. Oh, dat is ook wel leuk, hè. Kom. Zo levend voetbal. Dat is ook wel leuk. Dan gaan we erin, toch?
even de tas pakken. Oh, die is moeilijk, hè? Ja, die kussens die zakken natuurlijk in, dus dat is echt wel lastig. Maar deze zijn wel wat steviger zo te zien. We zijn nu bij de Formule 1 baan, dus ik zit tegen Boy. Ja, het is papadag en Formule 1, dus jij bent aan de beurt. Nou, hij is er klaar voor, hoor. Of niet, maar hij moet toch. Ja, gaan jullie er maar in. Dat is niet eerlijk, joh. Oh jee, het gaat gelijk op. Wie gaat er winnen? Links of rechts? Ja, Jasmine heeft gewonnen. Goed. Kijk nou. In slow motion. Zo, boy. En hoe vind je je vaderdag tot nu toe? Ja, leuk, sportief. Ja, hè? Hoe was je Formule 1 ervaring? Snel en krap. Ja, net als een Formule 1. Ja, dat weet ik wel. Ja. We staan nu bij de trampoline te wachten. Dan gaan ze nog even lekker springen. Het begint al langzaamaan wat drukker te worden. Niet heel druk, dus het is echt super gezellig zo. Kan ze overal zo snel in, hoeft ze eigenlijk niet te wachten. Dus dat is wel lekker. 1, 2, woe, nog een keer. Nee, vooruit gaat niet, achteruit wel. Zal ik je een beetje helpen? Goed uitsteken. Wat is er? Dan help ik je een beetje. 1, 2, ja! Ja. Goed zo. Het is lastig, hè? Ja hoor, ze hebben hem nou door. Jij hebt weer gewonnen. Mama, die gaat ook met jou. Ik wacht. Ja, niet dan. Oké. Ja, naar de overkant moet je zwingen. Gewonnen. Zo, even pauze. He? Even tussen wat eten. En lekker eten. Boven zitten. Lekker boven zitten, dat helemaal boven op de trapje zitten. Kijk, ik wou dat. Dan kunnen we ook in de tassen niet zetten. Ja, en dan kun je alles goed zien zo, toch? Ja, en dan kan ik hier gewoon niet zitten. Nee, dat is waar. Oh ja, die is kapot. Nou ja.
Oh jee, denkt ze. Want kijk. Nou, had je goed gedaan dat je erin stoppen. Nou, dan gaan we gauw aankleden. Zo, ik kan ze weer even opwarmen. Even de vrije val. Even de adrenaline erdoorheen. Kijk als ze er al is. Ja hoor, er is ze alweer. Ik was weer even aan het weiden naar gisteren. En Jasmee die vroeg, mag ik ook helpen? Ik zei, nou, daar heb ik nog wel wat voor. Ik wil helemaal aan. Ja, moet ik ze eerst even nat maken, kom. Oké. Pippi Langkous. Pippi Langkous sloffen zijn dit. Nou, dweilen dan maar. Dat is leuk, hè? Ja. Ja, zo kan je mama goed helpen. Goed in de hoekjes en langs de bank. Zo maken we het dweilen gezellig, toch? Hallo. Jij die kant op, ga ik maar die kant op. Hé. Hey. Op de bank, maar wij vragen iedere keer om een hapje van de Magnum. Op een kleine Magnum te eten. En we hebben eigenlijk geen zin om zelf een Magnum te halen. Ik wel. Ja, dus nee, gewoon een klein stukje van hem. Hé, hey, maar wij gaan nu lekker een filmpje kijken, toch? En vond je het een leuke dag vandaag? Ja, en ik mag een keer mee naar een feestje. Jij mag een keer mee naar een feestje, ja. Vond jij het ook een leuke dag vandaag? Een hele leuke dag, ja. Ja, dat is lekker. Heel goed. Dat is eigenlijk mijn dag, het is niet echt. Ja, dat is geen papa dag, het is Jasmee dag. Het is iedere dag Jasmee dag. Ja. Nee, we hebben ook genoten, was superleuk. Hè? We hopen dat jullie het ook weer leuk vonden, dat jullie allebei, dat jullie allemaal een superleuke vaderdag hebben gehad. En eigenlijk, maar ik begin nu een beetje te grijpen dat Max iedere dag bij me komt liggen. Ja, Max die houdt van knuffelen. Ja. Dat is gezellig. Hij komt niet meer echt vaak bij jullie, wel bij mij. Ja. Jij zit veel op de bank, hè? Ja. Jullie lopen een beetje rond. Wij lopen een beetje rond, ja. Ik zit niet echt te kijken, want ik ben benieuwd naar de film. Ja, jij bent een film aan het uitzoeken. Dus wij gaan een filmpje uitzoeken. Vonden jullie dit weer een leuke vlog? Doe dan een... Tik hem op. Vergeet niet te abonneren. Klik op het belletje. Dan worden jullie op de hoogte gehouden als er een nieuwe vlog geplaatst wordt. Ja. Doei. Doei.